Jongens, mijn naam is Joel, ik maak video's op YouTube en fijn dat jij ook trekt naar een nieuwe dagelijkse video. Het is vandaag zaterdagavond en ja, het is echt een hele geweldige dag geweest. Ik ga jullie zo meteen vertellen wat ik allemaal heb gedaan vandaag en hoe mijn dag er een beetje uitzag. Maar voordat ik wil gaan beginnen, voordat ik met alles wil gaan zeggen, wil ik eventjes zeggen dat ik echt gewoon enorm veel van jullie hou. En misschien vind je het heel raar, misschien klinkt het echt gewoon niet in je oren. Misschien denk je van, dude, wat zeg je nou, Joel, gaat hij weer? Nee, ik ben gewoon echt ontzettend blij met jullie en met iedereen die dit kijkt. En vergeet nooit dat jij niet de enige bent op deze aarde die door dingen heen gaat die heel pittig zijn of die heel moeilijk zijn. Allemaal gaan we door dingen heen en wat ik gewoon wil zeggen is dat liefde overwint alles. En of je nou zo boos bent of bitter bent of wat dan ook, liefde overwint letterlijk alles. En ik wil gewoon vandaag tegen jullie zeggen dat ik gewoon enorm veel van jullie hou. En dat is gewoon wat ik gewoon zeg. Goed, maar wat ik vandaag heb gedaan, ja, het was gewoon zo'n geweldige dag. Jullie mogen het best weten. Ik ben op zoek geweest naar een computer. Ik ga zo meteen laten zien beneden. Oh, nu heeft hij al een computer gekregen. Heel mijn verhaal verpest. Goed zo, Joel. Het ding is dus. Ik ben op zoek geweest naar een hele goede computer. En daar was ik echt op zoek naar. Dus laat het dan zo zijn dat ik vannacht aan het kijken was op Marktplaats. En ik vond een goede computer. Wat is het? 2 keer 500 gigabyte harde schijf. 8 gigabyte RAM. Videokaart die hartstikke goed is. En noem het dan maar op. Hartstikke goed ding. En ja, ik vond er eentje. Ik dacht van chill, deze moet ik hebben. Ik had een bod gedaan en in de ochtend kreeg ik dus een mailtje terug dat ik hem dus voor duurder kreeg. En ik dacht van nee, dit gaat me niet lukken, dit kost te veel geld. En even later kreeg ik nog een mailtje van die persoon en toen mocht ik hem voor €300 ophalen. Dus hoppa, dus ik de auto gepakt, ik niet de auto, maar mijn vader heeft gereden, maar ik zou doen. Dus wij naar Den Haag gegaan en het was heel druk op de weg, want het schijnt dat ze met die top gaan beginnen. Nucleaire top of zo hier in Nederland, Obama komt, weet ik veel, allemaal heel leuk. Ja, dus de computer opgehaald en hij staat nog beneden. Ik ga hem zo meteen laten zien en hij is zo goed. Echt gewoon voor mijn video's is hij echt perfect. En jullie gaan het binnenkort meemaken dat mijn video's er beter gaan uitzien, verzorgder gaan uitzien. En mooier, omdat ik hier dus op mijn kamer ga ik dus een computer neerzetten waarop ik dus kan editen. Ik kan meer tijd kan steken in mijn video's. Dus dat gaat er sowieso aankomen, dus daar ben ik heel blij mee. Dus laten we even alblieft een applausje geven. Klap even alsjeblieft, dat zou ik zo tof vinden. Als je klapt, dan krijg je even mijn €5. Hij geklapt. Hey, kom ik je wat vertellen? Die krijg jij niet. Mooi hè? Goed, ja. En dus thuis komen, computertje gezien. Al een beetje zwaar naar mijn computer en dit nat. En toen ben ik geweest aan de kerk. Hier in Zwijndrecht, aan de kerk Nehemia. Ik weet niet of jullie het kennen voor de mensen onder ons, de christenen en de niet-christenen. Ik ben dus geweest aan de kerk vandaag in Zwijndrecht. Naar Nehemia, zo heet die kerk daar. En het was echt super chill. Ik kom naar binnen en ik ben, weet je wel. Ja, hoe laat ik zo zeggen? Ik ben niet echt gewend dat ze in de kerk house spelen of een zware muziek, weet je wel, echt van de muziek waar je zo op gaat doen, weet je wel, echt van of van what, weet je wel, dat muziek. Ja, ik kom binnen en in een christelijke hiphop en christelijke house, ik dacht ook van chill, zo kan het ook. En dan loop je daar rond en dan iedereen liet daar keitje rond, weet je wel, bloesje of ja, laat ik het zo zeggen, ik verwacht een kerkdienst, weet je wel, dus ik ga gewoon netjes, ik hou trouwens van dit, hè. Ik hou van een pak en een bloesje, dus ja, ik dacht van chill, ik ga gewoon netjes naar de kerk. En iedereen die daar rond is, een snapback met zijn J's aan, Jordans, en de ene had deze kicks aan, weet je wel, deze Jordans. Ja goed, dan loop je daar dus rond en dan, ja, dat is toch wel lachen, weet je wel, en de dienst was echt gewoon mooi, heel veel mensen die hun leven hadden gegeven aan Jezus en ja, gewoon echt geweldig wat daar gebeurde, weet je, en ik ben zo blij dat je dan zo weer in contact komt met andere jongeren. En ja, dat is zo geweldig om dat te zien, weet je wel. En het is zo mooi dat je ziet dat de kerk zo vol zit met jongeren. En heel vaak denken wij van, ah, oh, de kerk loopt leeg, ah, oh, jongeren gaan niet meer naar de kerk mee. Weet je wel, dan kom je vandaag vertellen, er gaat een tijd komen wat wij als jongeren gewoon naar de kerk gaan, niet omdat we moeten, niet omdat we gedwongen worden, maar omdat we het willen en omdat we hongerig en dorstig zijn naar het woord van God. En het is zo perfect en zo mooi om te zien dat het nou al begint en dat het nou al aan het bloeien is. En ik ben daar zo blij mee en geweldig, in één woord. En de rest ben ik dus letterlijk naar thuis. En ja, weet je, ik ben zo blij. Echt, ik weet niet. Heb je dan soms zien dat je gewoon dagen hebt dat je gewoon je eigen zo blij voelt? En ja, weet je wel, heel vaak is het wat we er zelf van maken. Ik bedoel, weet je wat het is? Zodra wij woorden beginnen te spreken, dan past de atmosfeer zich aan de woorden die wij zeggen. Weet je wel, als we alleen maar dood beginnen te spreken, negativiteit, boosheid, dan past de atmosfeer zich aan. En laat ik het zo zeggen, als je in de kamer komt met 6 mensen en die 6 mensen met elkaar aan praten en je komt binnen en je zegt van jongens, wat een klote dag zeg man, echt klote weer en alles gaat niet goed en je komt te laat en dan gaat iedereen, ja dat is wel, ja zeg niet lekker weer jongen, en heb je het gehoord van die, oh jongen, en dan krijg je die negativiteit. En waar ik naar verlang en waar ik naartoe wil gaan en waar ik jullie ook wil naartoe wil brengen is dat je, weet je wel, wees positief.
draai dat om. Als je je eigen slecht voelt, niet prettig voelt, wat wil je dan? Dat je je eigen goed gaat voelen. Niet dan? Ik bedoel, als ik mijn eigen slecht voel, als ik mijn eigen niet goed voel, het eerste waar ik naar verlang is dat ik mijn eigen goed ga voelen. Dat ik mijn eigen beter ga voelen. En dat ik vooruit kan gaan. En dat ik dus kan weten van, oké, het komt goed. Dat is het eerste waar ik naar verlang. En dat is tenminste wat we allemaal willen, toch? Ik bedoel, als iets niet goed gaat, dan willen we dat het juist goed gaat, snap je? Maar hoe doe je dat nou? En hoe pas je dat nou toe? Is het door af te wachten om te zien van, het zal een keer gebeuren? Nee, het is wat wij zelf beginnen. Heel vaak zitten wij te wachten op iets, wanneer iets gaat komen. Weet je, we wachten op een bepaalde doorbraak. We wachten totdat we iets positiefs horen. Weet je, we wachten erop. Terwijl we het zelf kunnen. We kunnen het zelf doen. Als we het zelf beginnen te doen, dan zal de atmosfeer zich daar eigen ook gaan aanpassen. Als jij in een ruimte komt met 6 mensen, wat ik net al zei, en je begint positieve tijden te spreken. Bijvoorbeeld, je komt binnen. Hè? Je komt binnen en je komt op school. Is van, guys, lekker weer, man. Hé, jongens. Echt tof, man, dat jullie er weer vandaag zijn en je begint in één keer woorden van leven te spreken. Hé, gast, je kan goed zingen, man. Ik had je video gezien op YouTube. Ga er iets mee doen. En je ziet daar in één keer iemand lopen met iets leuks aan. Hé, tof, man, die kleren die je aan hebt. Echt vet. Zodra je die woorden begint te spreken, dan spreek je leven. Dan spreek je vrolijkheid. Dat klinkt misschien wel gek en dat klinkt misschien wel cliché. Maar je denkt van, oh, dat wil ik helemaal niet. Luister, dit is juist het geheim. Dit is het dingetje wat jou gaat helpen. Dit is iets wat jou vooruit gaat brengen. Zodra je positiviteit begint te spreken, zal de atmosfeer zich daar ook gaan aanpassen. Iedereen zal zien van, hé. Die gast is vrolijk, zeg. En het is aanstekelijk. Dat klinkt gek, maar het is aanstekelijk. Als jij die dingen begint te spreken, dan zegt een ander weer van, hé, maar jij ziet er ook goed uit, man. En dat zijn woorden die positiviteit voortbrengen. En die gewoon effect hebben op mensen. Het brengt een impact. En wat wij willen, jongens, laten we eerlijk zijn. We willen toch dat we een impact maken op deze wereld. We willen toch dat we een impact maken in deze maatschappij. Waar we ook komen. Op welke plek dan ook. Of het nou een school is. Op je werk, wat dan ook. Wij willen toch iets bijzonders betekenen. Althans, ik wil iets doen op deze wereld. Waar ik kan zeggen van, hé, dat heb ik gedaan. Dat is iets, tja, niet wat uit mijzelf komt, maar wat God doet in mij, door mij en wat er dan gebeurt. En dat is waar ik naar verlang. Dat wij als jongeren, dat wij als we al positiviteit al, laten we eerlijk zijn. Heel veel oude mensen zijn vaak positief, hè. Opatjes, omaatjes. En die genieten van hun leven. Maar wat ik wil, is dat wij al op jonge leeftijd, dat we al vrolijk kunnen zijn. Dat we al kunnen lopen in die liefde. Dat we al kunnen wandelen in die blijdschap en in die vreugde. Dat is waar ik naar verlang. En niet alleen maar voor mezelf. Ik bedoel, jullie kennen mij. Ik ben hartstikke vrolijk. Ik ben iemand die kan niet mopperen. Ik kan het wel. Ik bedoel, kan het wel af en toe, hoor. Maar ik ben toch iemand die gauw positief blijft en die altijd zoekt naar een oplossing naar iets. Dus als iets niet lekker loopt, zoek de oplossing. En ik denk dat ook een van de geweldigste dingen is. Ik bedoel, als we kijken naar de Bijbel. Ik bedoel, de Bijbel begint met het eerste hoofdstuk. Is dat, weet je wel, Jezus komt en hij ziet daar, of God die komt en hij ziet daar zo de aarde en hij denkt van ja. En de aarde was dus gewoon heel, ja, lelijk, woestig, donker, kaal, lelijk. En ja, God had ook kunnen zeggen van, hé, moet je zien, Jezus, ken dan. Kijk die aarde daar. Jongen, wat een lelijk ding, hè. Ja, niet normaal, hè. Is niet mooi, hè. Moet je zien daar. Wat een water daar. Zwart, hè? Donker allemaal daar, hè? Jongen. Dat is niet wat God deed. Dat is niet wat Jezus deed. Wat God begon te doen, hij begon leven te spreken. Hij zei, daar is licht. En er kwam licht. Daar is, weet je wat, er is water. Bam, er was water. God begon daarin te spreken. Hij begon dingen te spreken. En het was er zo. En zo is het ook in jouw leven. Als jij begint te spreken. In je leven. Als jij begint te spreken. En wat bedoel je met spreken? Bijvoorbeeld, je wilt heel graag een telefoon. Spreek het. Ik wil graag. Dankjewel dat ik die telefoon ga krijgen. Ik krijg die telefoon en je proclameert dat je de telefoon krijgt. Het zal een goede dag worden. Het wordt een goede dag. Het eerste wat je moet doen als je wakker wordt, is niet mopperen. Oh, wat zal het er vanuit. Nee, begin eens een keer als je wakker wordt. Wat zal het een goede dag worden, man? Deze dag zal vol zitten met liefde, met vreugde. Waarin ik kan staan, waarin ik een impact kan maken op deze wereld. En misschien denken dat gaat niet gebeuren. Ik zal je zeggen, door dat te doen, gaat het juist gebeuren. Want dat is waar ik naar verlang, dat wij dat kunnen doen. Weet je, ik ben zo blij dat ik dit zo kan vertellen, omdat ik het heb gezien in mijn leven en omdat ik het nog steeds zie in mijn leven. En wat ik zo hoop, en wat ik bedoel, ik krijg zoveel berichtjes van mensen, ik liet het net zien in de auto aan een paar vrienden van mij, berichtjes die ik van mensen kreeg, van jullie guys. Van mensen die dus zien dat het werkt. Dit werkt, dit is niet iets van, oh, zal het gebeuren? Nee, het werkt. Zodra je de principes van God begint toe te passen in je leven, zul je zien dat het werkt. En waar ik naar verlang en waar ik naar hoop, is dat er iemand tussen zit die zegt van, hé. Weet je, ik heb genoeg geworsteld in mijn leven. Ik heb genoeg slechte dingen meegemaakt in mijn leven. Ik heb genoeg een puinhoop meegemaakt in mijn leven. Ik ben er klaar mee. Ik ga vandaag voor vrolijkheid, positiviteit. En dat is waar ik naar verlang. En een impact maken op deze wereld. Want wij kunnen dat, mensen. Wij kunnen dat. Jij kan het. Misschien hebben mensen tegen je gezegd, dat kan je niet. Dat zal je nooit lukken. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet slim genoeg. Ik kom je vandaag vertellen, je kan het wel. Omdat jij iemand bent. Er is niemand anders dan jou. Jij hebt mogelijkheden. Jij hebt denkvermogen. Je bent uniek. Er is niemand anders dan jou op deze wereld. Is dat je ooit wel eens verteld dat er niemand anders op deze wereld is als jou? Je bent uniek en jij hebt iets wat een ander niet heeft. En dat kan je gaan gebruiken. Dat is die impact die je gaat maken op deze wereld. Maar dat jij het hebt.
En misschien hebben mensen het nooit tegen jou gezegd. Misschien zelfs niet eens je ouders of je vrienden. Jij gaat het maken op deze wereld. Jij kan het. Zeg het ook tegen jezelf. Je kan het. Het is niet iets van... Nee, je kan het. Omdat je bent niet zomaar op deze aarde van... Oh, ben ik dan. Kijk dan. Je bent niet zomaar in 2014 nu op dit moment. Je bent in 2014 met een doel. Je bent in het leven met een doel. En dat doel ga je meemaken als jij bereid bent om te kunnen zeggen van... Hé, dit wil ik. Hier ga ik voor. En misschien laat je je tegenhouden door mensen of door omstandigheden. Ik zou zeggen, doe het niet. Maar kijk wat hij zegt over jou. Want je bent een kind van de koning. Je bent een kind van God. Weet je wel hoe kostbaar dat is? Weet je wel hoe kostbaar je dan bent? Wij zijn allemaal kinderen van God. Je bent kostbaar, man. En geef... Wat ik tegen alle dames wil zeggen is van... Geef je eigen niet zomaar weg aan elke jongen. Klinkt misschien nog gek, maar geef jezelf niet van... Oh, bam, hier. Of hé, hey, hier. Nee, je bent kostbaar, weet je wel? Als je kostbaar bent, dan heb je een waarde. En die waarde ligt heel hoog bij jou. En misschien heb je dat nooit beseft. Maar jij hebt een waarde en je bent kostbaar, weet je. En mensen houden van je. We zijn er altijd voor je. Ik bedoel, misschien merk je het soms niet. Maar luister, er zijn mensen die ontiegelijk veel van je houden. En als je dat niet eens gelooft, God houdt ook enorm veel van je. En ja, komt hij weer aan met zijn God? Jazeker, want daar is waar ik in geloof en daar is waar ik in sta. Halleluja, dit zeg ik en dat meen ik. En dit is de waarheid. En dit is iets wat gewoon mij enorm heeft geholpen en wat mij enorm elke dag nog steeds helpt. Wauw. Maar goed, dat is eigenlijk waar ik het vandaag over heb. En ik, dat eigenlijk dus. Maar goed, guys, wat ik ga doen nu momenteel, ik ga even naar beneden toe mijn laptop testen. Mijn computer testen. Morgen ben ik te vinden in... ik ga eerst naar de kerk toe, morgenochtend. En dan in de middag ga ik naar Tilburg toe. Ga ik even naar de stad toe. Ga ik even een koptelefoon halen. En dan ga ik naar mijn vriendin toe. Want ik heb een vriendin. En dat weten misschien jullie nog niet. Ik heb een vriendin. En daar gaan jullie meer over horen. Dus niet denken van, oh joh, maar heb je nog niet verteld? Chill, ik heb een vriendin. Dus weet je dat. Dus dat gaat helemaal goed komen. En dan ga ik dus morgen naar haar toe. En dan gaat het dus gezellig worden. Guys, ik bedank jullie echt allemaal voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? En denk je nou van, hey, dit is iets wat mij heeft geholpen. Laat het me gewoon gerust weten. Hè. Ik bedoel, mijn Facebook staat hieronder in de beschrijving. Mijn Twitter staat hieronder in de beschrijving. Mijn Instagram. Mijn Lexa-account. Nee, grapje. En mijn weet ik veel. Laat me gewoon weten wat jij ervan vond van deze video. Of ik heb geholpen, wat dan ook. Heb je nou vragen? Wat dan ook. Laat het hieronder weten in de reacties. En mijn vraag is vandaag aan jullie. Wat trek jij graag aan? Goeie vraag. Wat trek jij graag aan? Laat het hieronder weten in de reacties. Wees creatief, wees origineel. En laat het hieronder weten in de reacties. Dus wat trek jij graag aan? Laat het hieronder weten in de reacties. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik wens jullie een fijne zondag. God bless you and...